Na voetbalwedstrijden richten actievoerende agenten nu hun pijlen op Prinsjesdag. Als er voor de derde dinsdag van september nog geen akkoord is over een nieuwe cao, dan gaan agenten tijdens Prinsjesdag actie voeren. Deskundigen uit 6 landen zijn in Nederland om te praten over de ramp met vlucht MH17. Ze bespreken de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die gaan over de crash en de vliegroute. In Groningen zijn 40 huizen ontruimd vanwege een gaslek. In een woning werd een flinke hoeveelheid gas gemeten. Daarop werden de huizen en een deel van de straat ontruimd. De bloemensector vreest dat er minder bestellingen uit Rusland gaan komen. Nederlandse bloemen zijn alleen nog welkom als ze in een laboratorium gecontroleerd zijn. Rusland doet dat omdat de bloemen mogelijk beestjes bevatten. En in onder meer Leiden en Utrecht zijn de introductieweken weer begonnen. Duizenden eerstejaars maken de komende weken kennis met hun nieuwe stad, universiteit en medestudenten.